Dag jongens en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ilko Gaming hier op Ilko Gaming. En wat gaan we op Ilko Gaming vandaag spelen? We gaan Borderlands The Pre-Sequel spelen. Yes! Deze game heb ik echt al heel lang naar uitgekeken. En ik ben ook echt gigantisch blij dat ik hem nou eindelijk kan gaan spelen. Eigenlijk alle Borderlands tot nu toe redelijk goed gespeeld. En de reden dat ik eigenlijk begonnen ben met het spelen van Borderlands is die stijl. Ik vind die stijl zo vet. Die arty comic stijl. Ah, love it. Anyway, nieuw game. En ik ga er ook niet al te veel doorheen lullen als er leuke cutscenes en zo in zitten. Got some explaining to do, Tiger. Trained from childhood as an Atlas assassin with over 1,000 successful jobs to your name. Damn near killed my 2 best men before they brought you in. She said we're her best men. That makes me feel good. Ow. Here's how it is, Athena. I'm gonna ask you a single question, and if I don't like your answer, you will die. Aim at the prisoner. Now, I will ask you this only once. Why? That is a long story. After the fall of General Knox, I wandered Pandora as a hired gun. One day, I received a job offer from a low-level Hyperion programmer. Come to the moon, it said. Hunt a vault, be a hero. I didn't trust Hyperion, but I was too hungry to pass up a paying job. And what did you find? Violence, insanity, and a hero. The comical note. If the Lost Legion hadn't ambushed Helios Station, everything might have gone a different way.
braced and ready. Oké, nou, hele mooie trailer, film, ding, hoe de hel heet zoiets ook alweer aan het begin. We kunnen onze class gaan kiezen, we kunnen gaan kiezen met wie we willen spelen. Ik heb al eerder een klein beetje met Claptrap gespeeld en... You either love him or you hate him. Resequencing combat protocols! You either love him or you hate him. En ja, sorry, I love it. I love him. Ja, we gaan gewoon als Claptrap spelen. There is no other option. Hebben we al andere? Toink. Oeh. Ja, classic Claptrap is wel echt nice. Welke andere hebben we? Tonk. Nee, we gaan gewoon voor classic Claptrap. Skin. Papuri. Oh, dit is wel vet. Ik wil een beetje blauwige Claptrap. Bluish. Ja, een beetje bluish. Gold spice, sure wood. Condiment compliment. Oké. Nee, doe maar die bluish. Of hebben we iemand donkere? In de navy. In de navy. En neem Claptrap. Moet. Oeps, you nearly choose to play as Claptrap. Choose one. You didn't mean that. Didn't you? Yep, I sure did. Oh, hold on. You've met Claptrap, right? Annoying, cheerful, and talks a lot. You sure about this? Hey, yep. Seriously, Claptrap? You've heard about this weird action skill, right? Is it really, really what you want? Yeah. Zijn weird action skill is dat hij een grote rubber ducky wordt en rondbounced. Yes. Give me Claptrap, I want him! Oké. Sorry dat ik hier een beetje enthousiast van word. Hello, Vault Hunter! And thank you for answering Hyperion's summons! Unfortunately, the Helios space station is currently under attack by Insane Doll military forces! Please, take this echo device! Now, follow me! I can take you to your contractor liaison! Me, Rocket! Lanny could have used some work, but A for effort. Sorry about the mess. Things got really hairy once the Lost Legion attacked. Wow, my mouse staat een klein beetje te gevoelig. Die gaat heel even iets minder gevoelig zetten. Keyboard, mouse, mouse sensitivity. 50, 40. Eens even kijken of dit beter is. Misschien nog iets minder, ik weet niet. Ik hou ervan om flink met mijn muis te bewegen of zo. 30. Previous menu. Mouse smoothing. Bla bla bla. Yep. Here, ja, dit gaat al beter. Ja, dank je. Open up, for me, Odor! Odor, ga open. Jack, just around the corner. Odor, Odor, ga open voor me. Jongens, dan vliegen lijken we. The Lost Legion are really making a mess of this place. Oké, dat vliegt geen lijken, dat vliegt een robot. Vault Hunter sighted! This mission has an area waypoint. Area waypoints give you the general location of your objective, but you must search the area to find it. Oké. Wipe them out! Save me! Jullie is dood. Ik vind het wel mooi dat ze ook gewoon gelijk. Oh. Dat ze dit ding ook al gewoon gelijk beginnen met. Die komt er binnen en wat beginnen we mee? Oh. Come on, ga dood, goed zo. Ja, joh, ga dood, goed zo. Dankjewel. Dood. Zo. Oeh, goody. Thank you very much. Oh, we hebben gelijk goodies. Loot. Hey, stop even met schieten. Hallo. Stop even met schieten. Ik probeer je gewoon serieus even de boel te looten. En jij bent me hier aan het vastvallen. Hup, dank je. Hup, ga dood. Goed zo. Dank je. Thank you very much.
We have to get to the Huge Jet Supply Control Room and get the jet. Nah. Ik ben Claptrap. Give me loot. Dank je. Cowardly fix loaden. Oké, lol. Wat hebben we nog meer? Hebben we nog meer goodies hier? Oh, hier nog meer goodies. Full of health. What money. Ja, rustig aan. Ik ben er geen leven aan het looten. Oh ja, als ik E ingehouden, dan kan ik inderdaad langer looten. Hoppa. Ja, rustig aan. Relax. Chill the fuck out. En we kunnen ook sprintjes trekken. En dank je. Ik ben even ammo aan het verzamelen, beste Claptrap. Tweede Claptrap. Oké, up. Open up. En dankjewel. Yep, meer hebben we niet nodig. Hier nog eentje. En dankjewel. Jack's waiting for us. Yep, I know. Stop shooting. Come on. The Lost Legion must have killed this one. People think robots can't feel pain, but we actually feel it in slow motion with great intensity. This robot died in horrific agony. What? You ain't got the good stuff. Okay. Hey, you the vault hunters I hired. Experimental prototype MR4 GTP. Reporting for duty. Help! Lots of help! I got no idea who these asshole troops are or why they got a murder on for this space station, but they got me pinned. Forward! Come out! Wait! Uh-oh, and Jack! Ow! And over his head, Jack! Yep! Ow! Attention, Hyperion. Your Helios space station now belongs to the Lost Legion. Surrender before it is too late. Come on. Hebben we niet ook andere wapens waar we mee kunnen? Ja, denk je wel. Gonna use you as my scrubbing rod. Come on! Okay, come on, come on. Thank you very much. You had your chance. Nog meer? Ja, nog meer van jullie. Go on, Hunter! Oh, kom maar. Yep, ik ben er wel onder en ik ben onoverwinnelijk. Really? Nog meer? Nog meer van dat soort gastjes. Reload. Kom, prima. Ook jullie willen dood. Doe het allemaal helemaal niet moeilijk over. Prima, dan ga jij dood. Hop. Misschien dat ik toch niet zo onoverwinnelijk ben als dat ik dacht. Hold you to give up. Oké. Wacht. Poging 2. Reload. I love the fact that I'm reload. En daar gaan we. Hallo. Thank you very much. Ammo, everything. Yes. Hyperion recommends channeling your post-death frustration into pre-death vengeful anger. Hallo. Yeah. Oh. Okay. Okay, hier kunnen we ook weer meer dingetjes meenemen. Oh, ik was nog een paar dingen te looten. Heel fijn. Hier nog dingetjes die ik kan looten. Yep, nog een gun. Andere dingetjes. Zo, ze hebben deze ruimte zo propje voor mijn loot gestopt. Nee, niet normaal. Ah, prima, ideaal. We gaan gewoon rustig door. Hallo, bij Command Jack Redden. Cowardly Fix Loader. Come on, hallo. Uit mijn weg. Ik moet Handsome Jack gaan redden. Yep, Handsome Jack. Helemaal van mij afhankelijk. Afhankelijk van mij om hem te redden. Kind of fun.
En zijn gek. Ik probeer je te redden, maar ik moet zelf ook dat niet doen. Go get him, Vault Hunters! You're not gonna die out here, Johnny. Nope. Okay. Come on. Come on. Come on. Yep. Come on. Come on. I'm gonna make you dope. Could you help me up? Nope. Nah, for it, I'm you're the hope for my dub! Reviving Jack. Or, you wanna... Holy crap! You saved my life. Thank you. Sorry. Heart's pounding. Never been shot at before. Kind of fun, actually. Look, these crazy bastards attacked Helio Station right after I sent for you guys. If we can drive them off, we'll be free to go after that vault on the moon's surface. Game doesn't plump. Okay, get to your employer, you find Jack and you saved him. Now for extra credits, save Helios from the invasion, turn in Jack. Will do. Alright, looks like you got a shield. Pretty self-explanatory, really. It'll eat bullets until it depletes. When it does, you gotta hide and give it time to recharge. Hey, just let me activate the defense controls. A few seconds, we'll have turrets, force fields, laser wires. These assholes won't know what hit them. Prima. Nodig. You've got a shield, damage to play. Will be first removed from the shield. If shield goes down, it will recharge after a short while. Be on the lookout for stronger shield and special abilities. Nou, deze dingen kennen we allemaal. Shield critical display mode. Mooi. Oké, we gaan ook eens even kijken wat we hier nog aan de goodies hebben. Hallo, wat voor goodies. Oh, monies. Kill the turrets! Jack, ik... oh, sorry. Everybody all right? Jack, wat de hel zijn die turret aan het doen? Oh, oh, de turret! Zwaar! We hebben de turret overgenomen. Ah, ik denk al, wat de hel is er aan de hand? Who needs ammo anyway? Am I right? Oh, this day gets better and better. All right, plan B. If we can't take Helios back, we need to evacuate. Escape ships are this way. Is goed, prima. We must take this ground. Who's she? She seems angry. I don't know, she leads these jackasses, I think? I don't know, but the first person to shoot her in the head gets a high five in a turbo mansion. Okay, now, laten we ondertussen heel eventje wat ammo pakken. Kijken wat hier allemaal nog ligt. Om te zorgen dat we alle spulletjes meenemen. En de boel looten. Jack, je vergeet de helft van je geld. Nou ja, prima, nemen wij het wel mee. Jawel. Jawel voor het geld, Jack. Wat aardig dat we jouw geld gewoon mee mogen nemen. En nog meer goodies. We willen niet dat ze in de handen van de bergkruis terechtkomen. Hoppa. Run! Run! Oh, heel kalm en rustig. Oké. Hier. Full. Dat kunnen we allemaal niet meer gebruiken. Too much stuff. Hallo. Rustig aan. Hier. Hebben we nog wel goodies. En wat hebben we hier nog? Help now? Ah. Oké. Okay. Hier is de uitgang voor zometeen. Prima. Ja, wacht heel even, Jack. Kom eraan. Die boost jump vind ik wel leuk. Oeh. Hop. En meer monies. Meer monies. In een ring. Jack, je hebt echt heel veel shit hier liggen. En
You might not take me taking this with me, no. Okay, correct. Let me loot everything. Loot everything. Looting everything. In progress. Die hadden we al meegenomen. Hadden we ook al. Wat hebben we hier nog? Nog meer monies. Monies. Thank you. En. Oh, hier hebben we er nog een paar. Hoppa. En. Dankjewel voor de monies. Dankjewel voor de monies. En. Nope, die hebben we allemaal niet meer. Deze dingen kunnen we niet open. Nee, ja. Oké, prima. Oeh, monies. Meer monies. Meer monies. Meer visjes. En monies. Monies. Oké. En volgens mij zijn dit de laatste die we nodig hebben. Nope, verder niks meer. Oké, prima. Nou, dan denk ik dat we alles hebben en dat we kunnen zeggen, oké, prima, let's do this. Au. Au. Reload. Nee. Okay, prima. Boy, full clip. Alright, let me get this door. The escape ships are nearby. Je weet zeker dat je dit hele ding hier achter wil laten? Hey? Hallo? Hyperion. Bro, best een groot schip. Nee, je bent misschien. Je wilt misschien best wel meenemen. Ik bedoel, als je dit ding nou niet kan houden, dan is het misschien handig om het op te blazen ofzo. Ik bedoel, dat zeg maar niet in de handen van de bad guys komt. Maar niet deed, hoor. Oh! Oh, son of a taint. Jongens? Hey, it's that colonel! Execute plan and shoot that chick in the head! Hello, Jack. Uh-oh, Carl, come on, what the hell is this now? What the hell is that? The F. Okay, that's unnerving. Run! Yeah, I can't even do it with the loot door. We gotta find another way out the station. What the heck was that creature? No idea, but I get the feeling it could kill us with its brain, so, you know, keep running. Jack, what the hell is going on? I'm getting reports of alarms all across Helios. Nothing, sir, nothing. Everything's fine. Just, one of the Claptrap units tried to French kiss the light socket, sir. Need I remind you that you are there to observe Pandora, nothing more. If you incur any damages to the Helios space station, I will personally... Ah, sorry, sir, we're losing connection. What? I called you an asshole because I thought I'd hung up. My bad. We will speak again, John. There's Elpis. That friggin' jamming signal is somewhere down on that cracked rock messing up all the cool security stuff up here. Man, this is scary, kinda, but cool! You've earned a badass rank. Badass ranks are awarded for completing challenges. Badass ranks are an avenue of growth for you to across all over your characters. Each rank... Earning ranks sometimes grants you reward tokens. Turn in each... Reward tokens in your Echo device to earn bonuses for all of your characters. Okay, nice. Echo device J. Redeem token. Wat kunnen we hiermee? Badass rank 1. Nou, mooi. Bonus stats, none. Boosted. Perform air boost. Roger slam. Deal damage with slam attacks. Slam H. Kill enemies with slam attacks. Dragon punch. Death from above. Master Chief. Okay. Grinder. Ik heb geen idee. Zullen we gewoon bovenaan beginnen? Low gravity grinder. Enemies. Of welke heb ik dan verdiend? Eagle Eye. Oh, ik heb 1 van de 50 Eagle Eye.
Heb ik verdiend. Oké. Okay. Badass rank. Eagle Eye. Nee? Wat? Oké, hoe doe ik dat nou? Enter Watch Challenge. Badass ranks. Unlocked. You successfully unlocked the abandoned training facility. Look for its entrance in the Outland Canyon. Oké, okay, nice. Helios Station. Ja, dit is waar we zeg maar vandaan komen. En dit. Oké, okay, prima. Ik weet nog niet wat ik met die benen heb. Maar ik stel voor dat... I want this station and I want to save the universe. The hell's that supposed to mean? What the hell? Hyperion, wat, Jack, wat ben jij aan het doen? Kom hier. Come on, lopen met die hap. Oh, sorry, Jack. Go get him, Vault Hunters! Oh, kom maar. Oh, je bent alleen ook met z'n leren. Leuk, ga ik hier gewoon eerst eens even alleen doen. Kom, Tima. Oh. Oh, for the Legion! For the Legion. Nah. Just wanna lead, you jerkasses! Yep, goodies. Yep, dank je. Even zorgen dat we alles genoeg hebben. Even kijken, wat hebben we hier nog allemaal? Hallo. Ja, wacht even met op mijn schiet. Ik probeer hier nog dingen te doen. Oké. Okay. Oh! Dit is some serious shit. Oh. Sorry, Jack, ik kom eraan. Eén momentje. Dankjewel. But we were killing good guys. Freaking lunatics. Oh, guys. I even feel pain. Okay, why is the rest? Thank you very much. What are these maniacs doing? We don't even have a real military up here. They're just murdering workers and us if we don't move it. Ooh, safe point. Okay, well, I've got a stupid idea. We're gonna head to that moonshot cannon. Follow me. You mentioned a moonshot cannon? Basically a huge gun that shoots supplies down to the moon's surface like at about 1,000 miles an hour. We're gonna get in one of those containers and escape that way. Is that gonna kill us? I don't know. Be a pretty cool way to die though, huh? Okay! Nee, laten we in een kanon gaan zitten en een soort van human cannonball gaan worden. Nee, dat klinkt als een perfect plan. Not the moonshot cannon! Move in! Okay, wacht. Eerst wapens. Equipped. Weapons. React Magnum. Top notch special. Personal. Shields. Okay. Damage, 25 keer 2. Deze ziet er wel leuk uit. Die. Prima. Yep. Vervang die door die. Wat hebben we hier nog? Damage. Nou, hier willen we eigenlijk wel een beetje een dikker hebben. Accuracy. Ik denk dat we toch gewoon misschien deze hier neer moeten zetten. Aangezien die beter is op alle gebieden. Behalve de reload speed. Magazine size explodes like a grenade when reloaded. What? Wat heeft die dan? Whoa. Consumes 2 ammo per shot. And deze heeft burst fire while zoomed. Nice. Nemen we. Shield. We hebben alleen dat ene shield. Okay. Wat is dit dan? System locks. Personal item. Okay. Klinkt heel een plan. Wacht even, ja. Waar zijn ze? Dit is een hoge shield, Jack. Die wil ik graag behouden. Ik weet niet, worden we achter elkaar aangevallen? Nee, toch? Loot all the things. Oh,
Satan. You had no idea why these doll guys wanted Jack dead? I had suspicions. Money, revenge. That said, whoever needed a reason out here? Nope. We hebben geen reden nodig, we hebben wel geld nodig en dus gaan we zorgen dat we in ieder geval alles wat hier ligt looten. Want ik heb zojuist gezien, ik dacht misschien dat we nog even tijd hebben om de boel te looten. Maar we hebben dus niet. Dus we moeten gewoon zorgen dat we alles wat looten wanneer we de tijd hebben. Gewoon tussendoor, looten die op. Up, loot, noob. Loot, thank you very much. Oké, nou, we verder omhoog. Men is stil. You chill the fuck out. Oké, door. Next. Thank you very much. Oh, daar. Dat hadden we er bijna eentje op het hoofd gezien. Loot all the things. Loot all the things. Oké. Nu wat? Wat nu bedoel ik? Wat nu? Hop, hop. Meer loot. Dit dan. Guns! Treasure chests are among the best places to find the rarest loot. Colors indicate the rarity of an item. Ah, mooi. Ze hebben hier ook gewoon de goede aangehouden. Wit, groen, blauw, paars en oranje. Degene waar je overal wel een beetje vindt. Hoppa, dank je. Kijk, gaan we zo meteen kijken of we nog meer goede loot hebben. En... voor geld. En hebben we nog andere goede guns erbij gekregen? Ja. Floating Peacemaker. Meer damage. Compensatus apparatus. Oké. Okay. Not gonna say what this sounds like. DVA TMP. Hogere damage. Maar hebben we niet gewoon een dikke gun die we hier kunnen neerzetten? Ik weet niet, Floated Peacemaker. Ziet er beter uit. 19. Waar is ook 25 keer 2 is deze? Ah, omdat hij 2 damage per keer accepteert. Ah, oké. Okay. En deze is... Oh, dat is dezelfde, dat is vergelijkbaar met deze, of niet? Of niet? Nee. Wat is dit dan? Oké, 19... Dus deze wil ik hier. En hier. React Magnum wil ik de compensatus apparatus. Kijk. Dank je. Oké. Is dit de compensatus apparatus? Dit is de compensatus apparatus. Let's go through. En. Hallo? Ja, yeah, sure. Let's jump. Why not? Be cleansed with heat! Kill that guy, I guess? Yeah, kill this guy. What the hell? I'm gonna have to wake up to be back. Anything that would have been possible there. Skill point earned. You've earned a skill point. Blah, blah, blah. Customize your character. Blah, blah, blah. Spend your skill points now to unlock your action skill vault hunter.exe. Okay. Okay. Which one gives me my free will back? Free will back? Nope. Vault hunter.exe. Press F to run your vault hunter.exe. We'll analyze the situation, determine which Vault Hunter would do the best job, then load an action package allowing Claptrap to fight in that manner for a short period of time. It could also give you full health and health generation. Still in beta, definition, blah blah blah, is currently classified as malware. Okay. Hey, klinkt goed. Manical author, best buds for life. When you revived your... revive someone... Or you revive someone, you and your buddy gain health regeneration and damage resistance for a short period of time.
En dit is Manical Laughter. Maar ik heb geen puntje meer op te besteden. Oké. Okay. Nou, je hebt nu een action skill. Die kan ik gebruiken door op F te drukken. En daarna is hij een tijdje niet meer. He's out of his power suit. Fly, mini trap, fly! Whoa. Come on, here. Come on, here. Flame knuckle. Okay, so awesome. So awesome. Andere mannetje. Ideaal. Ideaal. Oh. Ik ga maar even hem richten, denk ik. Come on, come on. Just die, 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 die. Die. Thank you very much. Thank you very much. Oké, tijd om even te reloaden. Geef help of zo? Help, nee, help, nee, help. Thank you, help. Waar ben ik? Boom, 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 thank you. Hebben we nog zo'n leuke ding? Nog één, boom, 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 boom. Glory to the Legion! All hail to the please die and you go away. Oh, nog meer. Ja, nog meer mannetjes. Prima. Jullie captain is al lang dood, hoor. Elevators over there. Let's go. Nou, prima. This is kind of exciting. Yeah. Our story just began with us getting off a bus. This sounds all explosive and stuff. Stop complimenting the prisoner. Eens even kijken. Ammo, 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 loot. Let's go, elevator. Ja, 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 ja. Laat me even loot pakken. Kom maar aan. Niet loot. Ik weet niet. Ik vind dit geen hele relaxed beeld, allebei. Ja, leuk en zo, maar ik weet niet of ik er happy van word. We gaan een andere kunnen proberen. Ik wil deze vangen door... Maybe this one. Fire rate 9.2. Reload speed. Ja. We gaan vooral om de fire rate, die eigenlijk een beetje annoying is. Ik hou van een hoge fire rate, want ik kan niet zo goed richten. Dat is eigenlijk vooral het idee. Fire rate 11, fire rate 8, 6.2, 8.0. Betekent dan dat deze langzamer is of dat hij sneller is? Oké. Deze bedoel ik. Kijk, we hebben deze, die schiet zo. En we hebben fire rate. Betekent een hoger getal sneller? Dat weet ik even niet meer. Ah, kijk. Oké, nou ja, zal wel. Loot, 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 loot. Need all, loot all the items, loot everything. Loot all the items, loot everything. Hebben we hier niet nog een leuke, extra grote loot basis? Oh, hier nog een loot, andere loot. Ah, monies. Thank you very much. Monies, monies. Ja. Wat de hell is dit voor ding? Geen idee. Nee, hier heb ik geen andere loot meer. Ja, rustig aan. Ik probeer hier even alles te looten, jongens. Chill the F out. Nee. Hoppa. Toch wel, ik reageer snel. Voel. Oh, we hebben alles. Oké, prima, mooi. Op naar de lift. Jack, waar ben je? Jack, Jack. Jackie boy. Jackie boy, waar ben je? Jackie boy? Oh. We can get in the moonshot up there. Let me get the elevator. Okay. Ja, pak jij de... Neem jij de elevator? What the hell is something's jamming the elevator up there. Figure something out.
All right, weird idea. Let me work the loading terminal. What? Get to the moonshot cylinder and ride it up. What? Hey, what? Oh, dude, watch this your game step. That'll be a hell of a fall. I will do my best to not fall to my death. I am inside the moonshot shell. Hold on, I'm gonna spin the cylinder. Oh, fuck. Did you make it up there? Free up the elevator so I can join you. Hebben we hier verder nog? Ah, loot! Meer loot! Loot all the items. Hey man, is everything okay up there? Ja, ja, ik ben alleen even de boel aan het looten. Geef me één momentje, ik kom eraan. Loot! Ja, is geen probleem hier. Wat dooie items. Something's blocking the elevator. Get rid of it so I can join you. Ja, ja, chill the F out. Ik wil eigenlijk zonder jou. Mag dat ook? Mag ik zonder jou gaan? Moonshot, Hyperion. Oké. Hier hebben we nog een looting staan. All the items. Hey, zo worden we rijk van Jack's en Gilbert overal zomaar laten liggen. Hey Jack, je laat overal zomaar geld slingeren. Waarvoor je dankbaar bent. Oh, er zit er eentje tussen. Ja, Jalo is zo meteen weg. Laat ik eerst hier eens heel eventjes gaan. Wat we hier nog hebben. I keep you breathing, yes? I keep you breathing, yes? No, thank you, no. Bullets. Full of opportunity. Kan ik ook dingen verkopen? Sold out, purchase, backpack. Oh, kijk, kan ik al die witte dingen kan ik verkopen. Nice, nice, nice. Die en die en die. Die twee hebben we erin zitten. Dan hebben we hier nog. Level 2, level requirements 2. 2 ammo per shot. Fire rate, rate, reload speed, floated peacemaker, burst while zoom. Het zijn allemaal zo'n nog kleine, voor mijn gevoel kleine guns. Dus er zijn nog geen echt hele grote guns tussen. Ach, prima, maakt niet uit. Does it matter? No. Kijk, ze gebruiken allemaal kleine gun ammo. Die we het van de 200 hebben. Let's go. Even kijken. Welke hebben we hier? Fire rate 8, fire rate 11. Deze doet 19 damage. Kunnen we hier niet gewoon beginnen met de meeste damage pakken? Vista te logisch. 19, deze heeft wel een hogere fire rate. En andere dingen, magazine size kleiner. Oké, okay. Nou prima, nice. Nice. Jack, ik ben nog heel even laat een paar dingetjes aan het looten. En dan kom ik eraan. Hallo? Kan die open? Nee? Jammer. Okay, nou, eens kijken. Wat zit hier tussen? Yeah, she got wedged in tight. No big deal though, they can't feel pain. Just bash him out of there. Okay, prima. Gotta punch that loader out of the elevator. Oh, get the knop. Oh, these loaders bum me out. It's no wonder Dahl took us over so easily. I need more soldiers. Badass. Like you. What do it? Don't shoot, Lily. Who said it right? Crap. Woo! We made it! Alright, we just gotta get into a moonshot. A creative Hyperion shall not! After we kill this asshole! Wie ben jij dan weer? Yep. I tried!
All right, that's twice you've saved my life. Now we just gotta... Oh, for what? The auto shock controls are damaged. Someone's gotta stay back and launch the pods manually. I'd suggest the claptrap, but I need you down there and help us finding a way to save this place. God, I can't believe I just said that. I probably won't let you down. All right, new plan. I'll stay behind. I need you down on the moon. You gotta find that jamming signal and shut it down. Otherwise, we'll never get control of the moon base and we can kiss that vault goodbye. Are you sure about this plan, Jack? It may result in your horrible dismemberment. Yeah, you saved my life a couple of times. I'm repaying the favor. Besides, I'm a hero, baby. Self-sacrifice is part of the job. Okay. Nou ja, in elk geval... Oh, good. A health machine. I had one put in here after a worker had an accident and lost his torso. Better heal up before your trip down to the moon. Might want to grab some ammo, too. Supplies over here. We need to get a moonshot container up here. Normally, we'd load some supplies, but this time, you're the cargo. Backpack. Oh, ik kan geen ammo verkopen. Ik kan alleen ammo kopen. Goodbye, friend. If you shop anywhere else, I'll have you killed. Nou, prima. In dat geval, laat me je doorkomen en naar de moonshot gaan. Okay, this container ought to do the trick. Oh my god, it's guns. Guns. Ammo. What the hell is this? So the container's all ready, just get into it. Oké, ik heb een paar nieuwe guns gekregen, Jack. Even kijken, wat is dit? Ready, donk. Oké, accuracy, fire rate. Die wil ik eigenlijk daar hebben. En die wil ik daar hebben. Oké. Wow. Welke zijn beter? Deze heeft 20... Bowie Revolver? Nice! Is dit dan? Vervang me die. Welke ammo gebruikt? Ook gewoon die. Oké. Yep. Nou, prima. Up. Ik gebruik allemaal nog de normale ammo. Ik vind die hier. Wauw! Target Power Shot. TMP. Apparatus, compensatus, ready donk. Even kijken hoor. React Magnum lijkt nog steeds een van de beste te zijn. Die we er zo tussen hebben zitten. Magazine size, groter. Deze heeft wel iets meer damage. Maar ook een minder accuracy. En we willen hier misschien eigenlijk wel een grotere accuracy hebben. Dus... Is er eentje met een hogere accuracy? Deze? Of heeft deze al een hoge accuracy? Nee, 84. Dat is wel... 94 bedoel ik. Dat is eigenlijk wel de hoogste. En hier willen we eigenlijk gewoon een... damage dealer hebben. Ik vind dit altijd moeilijk kiezen, jongens. Ik vind dit moeilijk. We kiezen voor een hoge damage en fire rate. Fire rate. 6.2. Ik denk dat 2 die we hebben slecht zijn. I do not feel very safe right now. Yeah, I'll see you after you shut down that jamming signal. Oké, prima. Laat me nog heel even hier de boel verkopen. It's a fine day. Full of opportunity. Verkoop wapens. Die twee hebben we equipped. Come on, hurry. We gotta get to Elpis and find that jamming signal. Die wil ik verkopen, probably. Die. Wat is het verschil? 92, 94, 9.2. Ja, die wil ik verkopen. Die wil ik verkopen. Die. Weet je, frack it. We gaan het gewoon allemaal verkopen. We hebben gewoon deze twee. Daar zullen we het mee moeten doen. Remember, en zo niet dan we're always open. Dan gaan we het allemaal zien. En deze reden goed hiervoor. Oké, let's do this. Hallo? Let me in. Moet ik niet hierin? Waar moet ik dan heen?
Oh, ik moest er helemaal niet in. Sorry. Mijn fout. My bad. Sorry, Jack. Oké, hierin. Ja. Oké. Cool, I'm boosting the container. Watch your limbs. Loading you into the delivery chamber. This is going to be loud and slightly awesome. You're telling me Jack, handsome Jack, the guy who murdered my boyfriend, stayed behind while you escaped? Like hell. Whether his decision was heroic or purely strategic, I can't say. But if Jack hadn't stayed behind to eject the pod, I might well have died on Helios. Your story is making handsome Jack kind of sympathetic. I hate it. All right, we're ready to fire. Whenever you're ready, I'll shoot you to Concordia. It's the biggest town on Elpis. I know someone there who can help you find that jamming signal. Okay, travel. There he is! Open fire! Oh, crap. Oké, dat ding is er vandoor. Nu is de vraag wat er met Helios gebeurt. You're not about to asphyxiate. You okay? Well, you are at the moment, not needing air and all that, lucky you. But there's still plenty of stuff out there that'd love to kill you. So here's my plan. When you're ready, open the door and follow me to my oxygen bubble and we can talk. Sound good? Don't answer. I already know it does. Oh, nice. Now, and daarmee houden we het deze keer voor gezien. Oh. Zo, we zijn ontsnapt. Onze missie kan beginnen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Een lange aflevering, bijna een uur lang. 53, 54 minuten zit ik te kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie meer Borderlands willen zien hier op Elke Gaming, laat dat dan heel eventjes weten beneden in de comments. En vergeet ook geen duimpje omhoog te doen. Voor meer Borderlands hier op Elke Gaming. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot ziens. Bye bye.